Kijkers in onze vorige afleveringen en items heeft u kunnen waarnemen dat wij levensmiddelenpakketten en financiële middelen in naam van de heer Jan Mohamed hebben uitgedeeld aan behoeftigen. Het is in deze uitzending de 8e keer waarbij wij ook in naam van de heer Jan Mohamed enveloppes met geld mochten uitdelen aan de mens in nood. In het volgende item delen wij deze enveloppes uit tezamen met rijst afkomstig van Nick Rice. En ook levensmiddelen van de heer Darmin van Subesco International NV. Dit is de 8e keer wat ik doe. Hè. Vanaf mijn 70ste jaar, toen de tijd was het alleen pakketten. Hè. Heb ik pakketten uitgedeeld. Maar na 3 jaren is alles zo duur geworden. Kon ik geen pakketten meer kopen. Heb ik gemeend om gewoon enveloppen met inhoud te geven. U doet dit de 8e keer. Waarom heeft u gemeend dit te doen? Ja, ik kan het wel missen, dat is daarom. Hè. En je hebt zoveel zwakke mensen tussen, dus ik heb helemaal die mensen. En dit wat hij doet, heb ik van die begrepen in het voorgesprek, dat hij niet alleen 1 voor 12 heeft uitgenodigd, ook andere organisaties. Alleen 1 voor 12. Ik heb ook Trisul uitgenodigd, Trisul en Vismalen 2. En ik heb ook sociale dingen, hoe heet dat weer? Religieuze mensen, hè? Die voorgangers, die hebben ook dingen van mij gehad. En behalve al die dingen heb ik ook voor mezelf, ik heb ook mensen die ik ken, ze bellen mij en dan, die krijgen ook een volop van mij. Hoe voelt het aan om dit sociaal werk te doen? Heel prettig, heel prettig. Als u 1 keer al gedaan heeft, gaat u zelf zien, u gaat zelf nu weten van waar dat geld komt. Maar dit is de 8e keer wat ik doe. Heeft u een speciaal boodschap aan vermogen mensen, mensen die het kunnen permitteren, kunnen missen wat ze moeten doen? Zeker, zeker. Dus, ik zie mensen, hè. Kijk, ik heb niet zo breed. Hè. Okay, ik krijg een AOV, ik krijg mijn pensioen, ik hossel een beetje hier, ik krijg wat geld. En daaruit maak ik pakketten voor die mensen, hè, in voorlopen. Maar ik zie het grote mensen met aannemers en andere mensen. Ze hebben zo breed, maar nooit gaan ze iets aan sociaal zwakkeren geven. Ze moeten proberen 1 keer te geven, dan gaan ze zelf zien. Het gaat zelf gaan. Nou, meneer Jan Mohamed, mag ik u alvast heel hartelijk dank zeggen. En dan u alvast feliciteren met uw jaardag. Het is nog ver, maar we beginnen u alvast te feliciteren. En we wensen u veel geluk, veel gezondheid en mooie lange jaren. Ja, dank u wel, meneer Vismalen. Bless you. Ja. Namens Jan Mohamed, een envelopje voor iemand, man. Zak reis van je reis. En je krijgt een levensmiddelenpakket. Dat komt van Subesco. Is goed, dankjewel. Wen jij er, Wiki? Ja, dankjewel. Is wel zwaar, hoor. Namens een Darmin. En dit is ook voor u. Het is veel, en dat is niet oude. Ja, zeker. Heel hartelijk dank. Ja, ik ben ermee blij. Dus... God zegen, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben niet naar vreedzaam. Abu? Pasha Tana. Pasha? Tana. Pasha Tranga. Tana. Tana. Mijn ik Tranga, dus moet ik Pasha Tranga. Pasha? Je was een kali, dat is een nekra is ook. Dit is naar Darmen, voor Subesco. En een pakket ook Tjadio, ook voor Subesco. Mama, ik heb een envelop gegeven, en dat hij zou aan de moeder varen. Ik heb een envelop gegeven, een envelop dat naar voren maakt voor jaren. Toch, voor jaren, maar dat ik niet heb gegeven. Dank je wel. Heel hartelijk bedankt. God zegen. De Jana Klaas kreeg over haar nog een envelop gegeven namens Jan Mohamed. En een pakket namens Subesco. Darmin, alsjeblieft, een mooi gevulde pakket en een zakken Alesi, je kiest voor Negrijs. Een gezegende middag, bless you. Oké, dank u. Goedemiddag. Zo, van Boot, we van Subesco voor die gebracht en een envelop van een jarige, Jan Mohamed. En u krijgt ook een levensmiddelenpakket. Een zak rijst van Nick Rice, alstublieft. En een pakket.
Dus ik hoop dat uw dag goed is. Ja, hartelijk bedankt door meneer Vismalen. Fijne ja, middag. Hetzelfde voor jullie. Ja. Ook de jurkjes van pakket namens 1 voor 12, Subesco en Wang. Ik kies ook toe een pakje Foro, Oremon, Oremon. En Wang Saka Alice, ja? Bless you. Oké, sweetie. Namens jarige Jan Mohamed, krijg deze man ook een envelop alsjeblieft. Oké, dank u wel. Ook aan deze mama hebben we gedacht van een man die jarig wordt, meneer Jan Mohamed. Heb ik een envelop voor u alsjeblieft in verband met zijn jaardag van Subesco in naam van meneer Darmin. Een levensmiddelenpakket. Dank je. En van Nickreis. Een zakje reis. Dank je wel. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja, jullie worden heel hartelijk bedankt. En die meneer, ik ken hem niet. Maar hij wordt hartelijk gefeliciteerd. En nog bedankt voor alles wat ik heb vandaag in ontvangst moeten nemen. Dank je. God is groot. Hartelijk feliciteer en nog vele na deze. En veel geluk en die andere mensen die voor mij hebben gestuurd, nog bedankt. En God zegen voor u allemaal hoor. Ja, met jouw pakket die namens Subesco. En een envelop namens jarige Jan Mohamed. En een forum. En Asaka Alesi, die spalen. Je kiest van Asaka Alesi voor namens Nick Rice. Nog bedankt voor alles. Dank je wel nogmaals. Dank je dat je ons hebt gedaan. Je Subesco praxeer in een pakket voor je pakket voor je. Je hebt een wasak alleen die moeten voor je nekreis. Alsjeblieft. Scherm. Ik heb je lang niet gezien. Ik heb je hand druk hiervoor. God zegen, God zegen. God met je. Ik heb een envelop voor je gebracht. Een jarige Jan Mohamed. Alsjeblieft, een envelop. Ik heb een voedselpakket gebracht van de Subesco van meneer Darmin. Ik heb een zakkerij voor je gebracht van Nick Rice. Dit is een koop van een Darmin. Nou, hoe gaat het met je zoon? Hé, hey, hoe gaat het? Hoe gaat het? Nou, ik mag vertellen dat we ook hier hebben gewerkt. Plafond is nog netjes gebleven. Netjes. Wauw, het is echt lang gebleven. Ik kom na een jaar, hè? Of 2 jaren? 2 jaar. Na 2 jaar of zijn we weer hier. Ai. En je ziet dat de woning is mooier geworden. Complimenten. Je huis is mooier geworden. Met jou een envelop kon je op die 500 SRD-dening. Dit is nou een massa verjaardag. Of amai verjaardag 28 april. Amai tapu 77 jaar dat na Jan Mohamed. Amai is hier nou een massa alle jaren amai prasier. Massa abem moeilijk. Taki you know of the massa mo jua envelope and okay. Among taki number of fast among one envelope 500 I believe. Thank you. Yes. After the April my VI. Nee, ja, achter de April my tap 77. Abon, yeah. Bless you. Thank you. Is afkomstig van Nick Rice en ook een envelop met een kleine financiële ondersteuning. Dit is van meneer Jan Mohamed. Ja. Alsjeblieft. Hartelijk dank. Mevrouw Wattie, hoe gaat het met u? Rustig, Rusko. Ik heb voor u gebracht een zak reis. Dit is afkomstig van Nick Rice, alsjeblieft. Dank u wel. We kunnen gaan liggen en ook toen gaan we een envelop. Dank dit is u van wel. Meneer Jan Mohamed. Ik wil met mijn enveloppen, dus zo okay. Hebben we ook aan u gedacht. Dank u wel voor iedereen wat die donatie heeft gestuurd. Ik ben zeer blij voor dat. Oké. Okay. Echt. Maakt u goed gebruik ervan? Jawel. Is jawel. Goed. Probleem. Fina
Dit is van een donateur van ons, Jan Mohamed. Ja, dankjewel. Fijne vrouw. Ja, nou go. Hij is een pura simplat. Hoe nat in alleen, ja. Heer ook nati. Maar eigenlijk aan een mag pura simplat in Gona's koot, want dit mag niet. Aan een mag. Dat pura alamalama, hij is een nou. Dat hoe nat simplat moro poti, dat heer ook nati. Pede di si wang apuro? Ya. Mapro na sam next pain. At aka iso de awani daw puro nung nasap sa ugo do. At aka umisani na nga uno. At may siya pain takya ay umus presi. Des, eo taka presi. Masak fu uno de mo ilang aka anag ba? O lang ano, e fu fenu ang oso fu yuro o meni wampay? Tade 15 mila mapay moro puro. Je hoort het, het is een hele moeilijke situatie hier. Eigenaar heeft zijn platen weggehaald. Je ziet het, het is bijna als een doorkijkwoning. Ik wil het geen woning noemen, doorkijkruimte moet ik het zeggen. En als u ergens een woning heeft dat u kunt ondersteunen aan deze mevrouw met haar zoon met een beperking, laten we ze helpen. We hebben namens Nick Rice en namens Jan Mohamed een envelop gebracht.